Overal selfies, overal. Dit is de tweede dag van de kidsroute. Maaike vertelde gisteren vanuit haar prachtige Oostenrijkse huisje wat de route was. Maar helaas, vannacht was er een storm en is haar huisje bijna helemaal weggewaaid. Maaike, vertel, wat is de route van vandaag? Foto! Ja, vandaag de Corona-route. En we vertrekken vandaag eerst richting het buitengebied, naar het Marineslaantje bij Hogeboom. En daar gaan we een theatervoorstelling zien. Als we daar geweest zijn en lekker uitgerust zijn, gaan we weer richting Raalte naar het gemeentehuis. En daar staan ook twee hele mooie kunstwerken. Namelijk de Stoppelhaan en de Hooghartige en Nederige Dina. Vervolgens gaan we weer richting de tent. En dan komen we nog een hele grote kubus tegen en een lange spriet. En dan is het weer tijd om lekker terug te gaan naar de tent van de Sallandse Mannenvierdaagse. En net als gisteren gaan we weer sparwerpen. En deze keer doen we dat met vier nieuwe kandidaten. Sparwerpen! Ik ben Sanne, ik ben 9 jaar en ik kom uit Raalte. Ik ben Kira, ik ben 10 jaar en ik woon in Raalte. Ik ben Mara, ik ben 9 jaar en ik woon in Raalte. Ik ben Peter en in Oostenrijk tellen we geen jaren, dus ik weet niet hoe oud ik ben. En ik kom uit Oostenrijk. Zet hem op, Sanne! Zo, 1... 2, 3, 4! Precies 4! Daar gaat hij, Kira! 1, 2, 3, 4! Ook 4! Gooi zo ver als je kan, Mara! Oh! Dat is iets verder! Denk het wel, ja. 1, 2, 3, 4! 5,5. Het was nog een halve pas erbij. 5,5 meter. Ik weet niet of ik dit dan beter kan, hoor. Nee? Nee, dat denk ik niet. Veel geluk, Peter! Oh. Oh. Nou, Min? Dit gaat niet zo goed, Lars. Ik heb een idee, Peter. Nou, zullen we dit maar snel vergeten? We gaan dit heel snel vergeten. Goed idee. En na deze tweede dag hebben we de volgende tussenstand. Rachel staat nog steeds bovenaan met 7 meter. Gevolgd door Mara met 5,5 meter. En Nick staat er maar ietsje achter met 5 meter. En dan hebben we Kira en Sanne met 4 meter. Tycho heeft nog steeds 3,5 meter. En Peter, min 1. Ja, de winnaars van de kunstselfie van dag 1 van de Sallandse Wandelvierdaagse zijn Michelle en Rachel. Laten we wat we zien. Wie? Michelle en Rachel, kom maar op het podium. Hou maar even in de lucht. En jullie krijgen een hele mooie virtuele bril en een selfie stick van Virtueel Museum Zand. Applaus! Hoe gaat het met de beveiliging? Nou, het gaat helemaal goed. Iedereen luistert heel goed. Luisteren zij goed? Ja. Ja, hè? Ja. Zijn jullie vrienden van elkaar? Ja. Ja? Ja. En waar kennen jullie elkaar van? Van school en van de voetbal. Ja. Hey, is het de eerste keer dat je meeloopt? Nee, vorig jaar en dan die jaar ook al. En op welke school zitten jullie?
Korenbosten. Korenbosten en hij ook de korenbloem. Aha. In welke groep zit jij? 5. En jij? 5. Dus jullie allemaal in 5? Ja. Ja. En van wie hebben jullie les? Ik van juf Jacqueline. En nog iemand, Teun. En juf Jacqueline en? Ik weet die andere naam even niet meer. Wat is nou zo leuk aan wandelen? Omdat het is soms lekker rustig en als je wandelt dan is het goed voor je, ja, goed voor je sport. Hoe gaat het wandelen? Goed. Echt? Ja. Ja, want je lacht een heel klein beetje. Weet je alles van tractoren? Ja, dat is een Massey Ferguson veenhuis van Renze. Hoe? Mag ik jou iets vragen? Ja. Ben jij een beetje de leider van dit groepje? Nee. Ik zie jou zo mooi op die kaart kijken. Jij gaat vertellen hoe we moeten lopen, of niet? Ja. Ben jij zo goed in kaart lezen? Weet je. In Massey Ferguson. Echt? Ja. Dus we hebben je een echte kenner? Ja. En je bent natuurlijk al meerdere tractoren tegengekomen. Ja. En welke ben je nog meer tegengekomen? Een John Deere, een Nieuw-Holland en een Fendt. En dat waren ze. Wauw. En hoe kan het dat je ze allemaal kent? Oh, ik speel een spel en daar heb je een John Deere. Daar komt een Ronnie, kijk, daar komt een sonderen? Een John Deere. Ja, een sonderen. Een sonderen? Ja. En hoe herken je nou een sonderen? Wat maakt een sonderen nou een sonderen? Ja, dat de wielen en de kleur en de streep. En met wie wandel je? Mijn moeder, mijn vader en mijn broer. Wat gezellig. Alle dagen? Ja. Weet jij ook zoveel van tractoren? Nee. Nee, waar weet jij veel van? Zijn jullie vriendjes van elkaar? Ja. En waar kennen jullie elkaar van? School. Dat weet ik niet. Van alles een beetje? Ja. Hey, hoe kennen jullie elkaar? Onze oma's. Ja. Jullie oma's? Ja, die wonen bij elkaar in de... Ja, die wonen bij elkaar in de straat. Wat is er aan de hand? Het stinkt. Zitten jullie bij elkaar in de klas? Nee. Dat niet. In welke groep zit jij? 2. En jij? Groep 3. En wat stinkt er dan? Weet ik niet. Jullie komen hier op het pad en jullie denken... Het stinkt. Dus jij kan al een beetje lezen en schrijven? Ja. Ik kan ook al lezen. Dus je hebt het nog nooit eerder geroken? Nee. Dus je deed gauw je neus dicht? Ja. Ja. Oh, echt? Dus je hebt helemaal geen groep 3 nodig? Jawel, maar ik ga er nog naartoe. Het is van alle leeftijden? Juist. Zelfs? 2,5. Wauw, 2,5. En hoe heet ze? Lizzie. Lizzie. Ze heeft het nog telkens uitgelopen. Hey, en hoe vinden jullie het lopen? Leuk. Best leuk. Wat is er dan zo leuk aan lopen? Om te wandelen. En hebben jullie het een beetje gezellig met elkaar? En dit houdt ze helemaal vol? Dit houdt ze helemaal vol, ja. Alle 4 dagen. Vervelend voor hun dat ze achter ons aan moeten lopen. Maar ze houden het helemaal vol, ze vinden het helemaal fantastisch. Tijdens het lopen komen de kinderen van alles tegen. Zo ook toneelgroep Raalte. Dat is wat voor jou. En als je een van deze mensen aantikt, een van deze levende standbeelden, dan komen ze tot leven. Ik hou van chocola. Ik ben een geit. Maar niet zomaar een geit. Ik ben een superpresident geit. Hallo. Wat ben jij aan het doen? Selfies maken. Selfies maken? Ja. En jullie helpen verder ook? Ja. Alle dagen helpen. Jullie helpen alle dagen mee. En waar zorgen jullie voor? Dat iedereen overkomt. Ja, en dat alle kinderen het ook leuk hebben en zo. Dames en heren, meisjes en jongens, live vanuit Raalte is dit de Sanne van die Vierdaagse de Kidsroute. Ik hoor in mijn oortje dat we een nieuwsupdate krijgen over Toffe Peer. Hoe gaat het met Toffe Peer? We schakelen live over naar Ali Ananas. Oh jongens, weet je wat ik gehoord heb? Hij kan zijn grote teen bewegen. Oh, misschien komt hij dan wel vrijdag.
Dat klinkt als goed nieuws. Wie weet, dames en heren, komt Toffe Peer toch nog vrijdag bij de Sallandse Wandervierdaagse. Terug naar de studio.